Dag liefje vrienden, hoe is het met jullie? Nou, hier is hij. Oh, prima, bijna weekend, zonnetje schijnt en de kroegen zijn weer open. Wie kan mij wat doen? Wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmetje opgestuurd? Laten we gaan kijken. Ik was gisteren dus jarig en ik ben uit eten geweest met mijn gezin. En ik kan niet weinig. Ik kan niet weinig. Dus er ging heel veel wijn in en zo. Dus ik ben een beetje rappig. Maar goed. Chips. En niet zomaar chips, maar Lay's chips. Ja, dat is gewoon een merk. We kennen hem ook allemaal wel. Alleen deze chips is ovenbaked. Hier. Je hebt ovenbaked barbecue. Ovenbaked naturel, oftewel zout. En ovenbaked, wat is dit? Mediterranean herbs, oftewel kruiden uit de Middellandse Zeegebied, ja? Mooi. Wat is nou baked chips? Dat is gebakken chips. Dan denk je, ja, het is allemaal wel prima, alle chips is gebakken. Ja, gewone chips is gefrituurd in, ik denk, zonnebloemolie. Maar deze chips is niet gefrituurd, die is in de oven gebakken. Vandaar dat er ook staat ovenbaked. Snapt u wel? En dan denk je bij jezelf, wat interesseert mij nou ene reet of hij in het vet heeft liggen borrelen of op een oventje in een plankie? Dat scheelt 50% vet. Dus voor mensen zoals ik, BMI-uitgedaagden, kan het helpen dat je dit eet. Dan word je minder dik. Tenminste, minder snel dik, denk ik dan. Is het lekker? Ja, dat weet ik niet. Moet ik even proberen dan. Ik begin met de gewone zouten en ik weet al dat jullie verzuchten, oh Jan, in al je reviews over chips zeg je altijd dat je alleen maar van de zoute chips houdt. Dus dat zal nu ook wel weer zo zijn. Dat weet je nooit. Hè? Dingen kunnen veranderen in het leven. Lay's, baked, zout. Het ziet er ook niet uit als gewone chips, zie je? Want hier zit een randje in, een karteltje. Dan denk je, leuk, dat is een karteltje gesneden. Maar als je gewoon het tegen het licht houdt, zie je dat dit helemaal geen gesneden chipje is. Maar dat dit gewoon aardappelprut is geweest, wat ze in het vormpje hebben gebakken. Tenminste, het zijn zogenaamd allemaal andere vormpjes. Maar dit is niet een reepje aardappel die in een oven heeft gelegen. Maar ze hebben gewoon vermalen tot een moesje en daar hebben ze dit van gemaakt. Vandaar dat er ook zo'n leuk streepje in zit. Maakt mij dat wat uit? Nee. De baked chips is hartstikke krokant. Het smaakt wel net even anders dan gewone chips. Die inderdaad gewoon een aardappelschijfje is. Dit smaakt meer naar de chips uit zo'n koker. Hoe heet zo'n koker nou? Hoe heet het nou? Die chips uit zo'n koker. Hoe heet het nou die chips uit de koker? Zijn dat Pringles? Zoiets? Zoek even op. Opgezocht zijn inderdaad Pringles. Ze smaken meer naar Pringles. Dat is ook gewoon in een vormpje gespoten en daarna gebakken. Mm. Maar deze zijn dus uit de oven, minder vet. Zijn ze lekker? Ik vind het wel lekker. Ik vind het niet echt chips. Ik vind het meer. Het is eigenlijk meer een soort toastje. Terwijl je toch wel aardappels in te vreten, zou je zeggen. Wat ik wel heel vreemd vind, is dus dat er naast aardappelvlokken en zetmeel zonnebloemolie in zit. Hé? De bedoeling toch van dat ovenbaked is toch dat je juist geen olie gebruikt? Snap ik het even. We gaan naar de barbecue. Hoe ziet de barbecue eruit? Is niet te geloven, maar precies hetzelfde. Ook in een vormpje geperst, ook in elkaar gezet. Alleen hier zitten dan ja, een beetje spiekeltjes op en het is wat donkerder omdat het van de barbecue kruiden is. Ja. Echt heel ingewikkeld is dat nou ook weer niet. Ovenbaked barbecue saus is zuur. Ze zijn zuur. Het heeft gewoon een zure smaak. Nu wil ik helemaal niet vervelend doen. En ik gun ieder smaak zijn leventje. Ik heb respect voor iedere smaak. Ook voor de zure smaak. Alleen als ik chips eet, heb ik geen zin in zuur. En de ovenbaked, barbecue smaak gecombineerd met ovenbaked maakt dat ik een zure cracker zit te bevreten.
een hele zak met zure crackers. Daar heb ik geen trek in. Ik vind deze niet lekker. We kunnen alleen nog maar de kruiden uit de Middellandse zeegebied daar iets aan doen. Wat voor kruiden zijn dat? Nou, eens even kijken. Ik denk dat het een beetje rozemarijn en oregano is. Eens even kijken. Peterselie, tijm, knoflook, rozemarijn. Nou, ze hebben gewoon de hele kruidentuin erin gemieterd. Hartstikke lekker. Nou. De kruidentuin komt je tegemoet als je hem opent. En wat hebben we hier? Ja, precies hetzelfde, alleen iets donkerder met andere spikkeltjes erop. Ja jongens, het is niet heel ingewikkeld, dit is gewoon chips. Nou ja, het is gewoon aardappelprut. Dat is het eigenlijk. En je proeft een heel klein beetje van al die kruiden die zijn gemieterd. Het is gewoon vermaakvol. Nou, deze vind ik dus wel lekker. Het punt is een beetje, zou ik nou, als ik trek heb in chips, ovenbaked. Wat een lawaai, doen ze even rustig. Oh, ze gaan even een vloer of zo'n straat bij elkaar trillen. Nou, ik ga gewoon door. Zou ik dan zo'n zak ovenbaked pakken, omdat het 50% minder vet is, in plaats van andere chips? Daar is het antwoord op, nee. Zo lekker is het namelijk ook weer niet. Tenminste, ik heb niet een chipsensatie. Het is meer een tootje. Dat komt ook omdat het niet uit een aardappel bestaat, maar uit aardappelprut. Het is gewoon een gebakken. Het is een gebakken iets. Het is niet echt een chippie. En die smaak maakt het nou niet echt heel veel beter. Dus eigenlijk, ja, dan kom ik heel vervelend. Maar die gewoon met zeezout komt het in de dichtste buurt. Bij mij in ieder geval bij een soort chips dingetje. En voor de rest is het geen chips dingetje. Wat voor je. Tijd voor de cijfertjes. Hey, de cijfertjes, ja, die zijn niet slecht, want het is niet vies. Lees maakt eigenlijk altijd wel lekkere chips als ik heel erg ben. Maar er zitten wat nuanceverschillen in. Eerste nuanceverschil, moet ik dit zien als gewone chips? Blijkbaar wel van Lees, maar ik doe het niet. Het komt niet in de buurt gewoon van gefrituurde aardappelschijfjes. Klaar, is gewoon zo. Maar goed, de smaken. De barbecue is niet lekker, die is zuur. Zure chips, zit een hond op te wachten. Voor de rest, ja, het is natuurlijk wel leuk. De structuur is leuk, het is hard, het is knisperig. Maar zure chips heb ik geen zin in. Die krijgen gewoon een 4. Kreppard, de kruiden uit het Middellandse zeegebied, is wel lekker. Maakt het chipje, wat het dan ook is, wel prima eetbaar. Deze krijgt gewoon voor mij een 6. Is een leuk chipje. En de winnaar is dus gewoon de zoute. En dat ligt gewoon aan mij. Ik ben gewoon een trut. Ik ben gewoon een trut. Ik geloof niet in allemaal rare smaakjes als het gaat om chips. Ik heb dan het liefste zoutje. Ik ben ook niet gek op paprika chips. Heel veel mensen zeggen, doe mij maar paprika chips. Dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon zoute chips. Dat noemen ze dan naturel. Nou, ook goed. Dan noem je het wel. Maar maakt niet uit hoe je het noemt. En deze vind ik ook gewoon lekkerder. Deze komt namelijk meer in de chipvorm. Hier wil je er ook meer van eten. Bij deze heb je toch zoiets van, ik ga toch niet een hele zak toosjes naar binnen zitten werken. En hier denk je, nou, hier kan ik er wel een paar extra van nemen. Dus dat vind ik lekker. Dus de ovenbaked Lay's chips naturel met zeezout. Die krijgt van mij gewoon een 7. Zo ben ik ook wel weer. Nou, bedankt voor het kijken. En prettig weekend, hè. Doeg!